Oh! Ja! Liegen! Ja, dun challenge! Nee! Oh! Hallo iedereen, welkom bij onze nieuwe video. Mijn naam is Michiel. Mijn naam is Celine. Mijn naam is Ella. Mijn naam is Anna. Mijn naam is Bram. Wauw, mooi. Anyways, vandaag hebben we echt een superleuke challenge die ik sowieso ga winnen. Maar omdat het leuk is, mogen jullie ook deelnemen. Want de challenge is, wie als laatste nee zegt, die wint. Oké. Okay. Snap jullie het allemaal? Ja. Okay. Er zijn twee regels. Regel 1, je mag geen nee zeggen, anders lig je eruit. Regel 2, je mag nooit één vraag herhalen. Okay. Als ik bijvoorbeeld vraag aan jou, mag ik jouw haar doen? Mag jij dat niet aan mij vragen? Ja, oké, okay, bijvoorbeeld. En voor we echt aan beginnen, voor hoeveel likes gaan we? Iemand? 7000 of zo? 7000 likes. Okay. Dat is... 17.000 al. 17.000. Ja? We kunnen beter. 170.000? 170. 1 miljoen. 1 miljoen 700.000. En shout-out naar jouw popcorn oorbellen. Kijk, Ella is zo... Ella met semi. Broek. Oh, je bent helemaal semi. Mooi. Ja? Maar Ella is dus zo verslaafd aan popcorn dat ze oorringen heeft. Oorbellen of oorringen? Ja, het zijn ze eenmaal. Oh, zijn ze red? Zijn ze red? Nee, nee. Ah, zie je, zegt nee. Dat was mijn bedoeling. Dat was... Nee, nee, we zijn nog niet begonnen. Maar was je bang in het donker met die challenge in het verlaten huis? Een beetje. Ah, die vraag duurde veel te lang. Kom, we gaan er gewoon aan beginnen. Dat is gewoon de waarheid ook. Die was kapot. Echt? Maar ja. En was jij bang? Ik nee. Ja! Ja, nee. Maar we zijn nog niet begonnen. Genoeg gelachen. Wie als laatste nee zegt, die wint deze challenge. Heb je nog één vraag? Wie staat te vragen? Iedereen. Goeie vraag. Iedereen mag elk om de beurt een vraag stellen. Ja. En we doen de volgorde van de eerste letter van onze naam, volgens het alfabet. Dus Anna mag de eerste vraag stellen. Dan Bram. Nee, dat is niet. Dan Celine. Oh, we hebben de ABC. A, B, C, D, E. En dan, oké, ik ben laatste. Jij bent Dirk vanaf nu. Abonnee van de week. Het is weer tijd voor de abonnee van de week. Jullie hebben massaal gereageerd met kroket. Michiel gaat 3 keer gooien. En die 3 mensen worden de abonnee van deze week. De eerste abonnee van deze week. Woe! Natasha Miller. De tweede abonnee van deze week. Hey! Wendy Hageman-Polman. En de derde abonnee van deze week. Hey! Melissa Raskin. Proficiat aan de winnaars van deze week. Wil jij volgende week abonnee van de week worden? Dat kan. Wat moet je doen? Like deze video. Abonneer op ons YouTube kanaal. En reageer. Pasta! 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 Mamma mia, pasta! Maar nu gaan we verder met de video. Jij mag het startschot geven. Je moet echt aftellen. Oké, 3, 2, 1, let's go! Oké. Okay. Heb je een broer? Bijna, wie weet, later nog. Oké. Heb jij een broer? Wie weet. Vind jij jezelf de mooiste persoon ter wereld? Okay. Altijd ja zeggen. Ja, je hoeft ook niet te antwoorden, hè. Geen commentaar. Oké. Okay. Het is tijd voor de eerste vraag. Je mag kiezen aan wie je de vraag stelt. Je mag ook een vraag stellen voor ons allemaal. En Anna met de A, jij begint. Wat is jouw vraag en voor wie is jouw vraag? Voor Bram. Oké, okay, voor Bram. Zalig. Oké, okay, wat is de vraag? Maar ik kan je trappen bij je. Ja. Kontje trappen, Bram. Mocht ik die vraag stellen, zou ik echt vragen, mag ik 5 keer kontje trappen doen bij jou? Ja, eigenlijk. Maar Anna, het was nog maar jouw eerste vraag, dus het gaat wel nog beter worden. Trap maar zo hard je kan. Was dat de bedoeling? Ja. De alfabetische volgorde wordt heel moeilijk, want Ella zegt de hele tijd, ik heb een vraag. Dus we gaan gewoon allemaal door elkaar vragen stellen. Ja. Ella, stel maar een vraag. Ik heb een vraag voor Celine. Ja. Celine, wil jij in met je sandalen in dat badje? Oh. In dat badje. Ja, sandalen, slippers. Slippers, ja. Oh, ja. De kousen gaan echt. Oké. Okay. Oh, lekker! Ah! Is goed! Je mag eruit! Checks! Doei! Panna! Oh! Bram, geef een panna! Oh, mooi! Oh! Wat is Bram allemaal aan het doen? Ja, panna! Weer al! En EE!
Bram, vraag voor jou. Weer al voor mij? Ja. Okay. Jij bent mijn favoriete persoon om te antwoorden. Oh, dankjewel hoor. Om te antwoorden, zeg ik. Oké. Okay. Omdat ik weet dat Bram toch altijd ja antwoordt. En zeker in deze challenge. Wil jij in het ijskoude zwembad springen? Wat? Ja, jij mag kiezen wat je antwoordt, hè, Bram. Zeg gewoon niks. Misschien. Wie weet. Ja. Ja? Wat? Ja? Okay. Ja. Hij doet het. En nu denkt Bram waarschijnlijk, ik ga het ook aan hun vragen, maar je mag een vraag nooit herhalen. Dus ja. Maar dan heb ik ook een vraag voor u. Oké, okay, stel maar. Mag ik de zwemsuit gebruiken? Ja. Yes! Had ik daar net mijn horloge al aan? Ik denk van wel. Oh, je denkt van wel. Ik had ze dus nog niet aan. Ik dacht dat je een ander woord ging zeggen, maar het lukt nog niet. Momenteel zitten we in de auto. Celine is wat dingen gaan halen in de winkel, maar Ella heeft een vraag voor mij, dus ik ben wel benieuwd. Mijn vraag is, ga jij Celine ooit bedriegen? Oh. Ja, hoe moet ik daarop antwoorden? Ik zou zeggen, dat zal de tijd uitwijzen, maar ik ga ervan uit van niet. Oké, okay, Bram, laat ze even filmen. Ze gaat het zeggen. Ze gaat het zeggen. Wat gaan we zeggen? Mag ik je een tik geven tegen je oren? Tegen je oor? Ah, ja, zeker. Ja? Oei. Is er niet eens op, man. We zijn aangekomen bij het zwembad. Zoals jullie kunnen zien is het super koud. Onze jassen zijn echt wel nodig. Bram, straks veel succes. Maar eerst heb ik nog een vraag voor jullie. Want willen jullie allemaal één peper naar keuze nemen? Het zijn toch pepers, toch? Ja. Ja, oké. Okay. Willen jullie allemaal één peper naar keuze nemen? Ja. En daar een grote hap uit bijten? Ja, grote hap. Ja, wel. Een kleine hap is ook goed. Wat hoor ik allemaal? Kleine hap. Maar jullie willen het allemaal doen? Ja. Zie ze staan. Wow. Ik ga vliegen. Wauw. Prachtig. Ik wil wel nog één ding zeggen. Ja? Misschien hebben jullie het nog niet door. Maar de challenge is niet altijd ja zeggen. De challenge is, jullie mogen geen... Ik ga het nog één keer zeggen. Jullie mogen geen nee zeggen. Snap je? Dus je moet niet ja zeggen. Dit zijn de pepers. Neem allemaal maar eentje. Oké, okay, ik ga voor rood. Oké. Okay. Jullie mogen niet ruiken. Oh, ik wou net zeggen, maar ik ruik. Ik ga voor de gele. Heeft iedereen een peper? Ja. Oké, okay, nog niet te bijten. Ik ga dat terug zetten. Je mag niet dezelfde vraag aan mij stellen, dus pech. We gaan op alfabet. Anna, jij mag als eerste een hapje nemen. Groter. Uh-oh. Ze heeft echt een goeie. Oké. Okay. A, B, 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 B. Het is aan Bram. Doe maar, Bram. De laatste. Oh my god. Door donker. Oh, 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 zo'n groot stuk. Het is wel een groene. Bram heeft een slechte. Bram heeft een slechte. Dit is echt erg. Maar nu ben ik echt bang om de mijne op te eten. Ja, ik dan. Wacht, bijt maar. Dan kan ik Bram gaan verzorgen. Grote hap, kom op. Mama is groot. Ja, bijt. Ai. Ik heb mijn hoeien. Dat was toen en ik zit tot hier aan Ella, de kant. Jij mag nu ook bijten. Ja, oh, Bram krijgt melk. Gaat het, Bram? Oh, zalig. Doe een hapje. Ja. En? Is die pikant of niet? Ella is ook... Oh, Ella gaat het. Oh, nee. Je had wel een gele. Ella, wat is dit? Wat is dit? Dat helpt niet! Ik stop. Ze heeft het woord wel nog steeds niet gezegd. Zeg dan... En hoe is het bij jou, Bram? Ik ga vuur spuwen. Oh, Ella, wel respect. Ja. De gele zijn dus wel de ergste. Ella. Oh, hij ligt daar op een grond. Nog een hapje. Als je nog een hapje doet... Kijk aan twijfelen. Zo groot ongeveer, ga ik zonder zwemsuit in het water. Oh! Ella, doe het! Mag ik het uitspuwen? Nee. Oh! 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 Bram is uit! Oh! Maar wacht, dan moet je niet meer in het water. Jawel, dat is nog deel van de challenge. Maak het echt goeie? Misschien beter gewoon in de frigo leggen, want het kan nog gebruikt worden bij spaghetti of zo. Misschien, toch? Zo pikant! Ondertussen is Bram zich gaan omkleden en wij gaan de spoelen aan het water. En het regent ook ondertussen. Ja, het is echt een koude dag. Gaat het tellen? Ik wil NEE zeggen, maar... Het gaat niet zo goed. Het gaat niet. Bram moet erin springen. Nee. Oh! Ja, dat vind ik nu ook wel. Ik doe hier iedereen de rij. Wat ben ik voor een legend, iemand? Ja.
Dat, ja, dat is al een heel pijnlijke. Dit is echt sad. Céline is oud. Okay. Plezier mij graag. Nee. Oh. Ella, ben je een beetje van je melk door die peper? Sfeerverlichting. Maar Bram, hoe langer je wacht, hoe kouder het wordt. 3, 2, 1. Oh! Oh, damn. Damn. Oh. Bram, gaat het? Oh, kom eruit. Waar zijn de handdoeken? Ah! Wel respect. Oh, damn. Oh, damn. Applausje voor Bram. Hey! Woo! Ik vind dat Bram terug toegelaten is in de challenge. Nee. Bram, je hebt nu nog een vraag voor mij, dus ik ben benieuwd. Ja. Zou ik een deeltje van jouw lichaam mogen waksen? Ja, je mag. Je gaat wel meevallen, denk ik. Ja, dit gaat pijn doen. Oh, kijk hoe hard het plakt. Wauw. En ik mag het woord niet uitspreken, hè. Maar je kan wel auw zeggen, hè. Niet tegen mijn neus. Ai, 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 ai. Oh, dat is mooi zo. 3, 2, 1. Oh. Ah. De haartjes van Michiel. Wie wil de haartjes van Michiel? Ik! Nee. Ik ben wel benieuwd, als ik deze video ga editen, of iemand het woord al gezegd heeft en niemand heeft het door. Ja, dat kan ook inderdaad. Dat kan echt ja. Wel. Oh, waarom doe je dit dan? Ja, echt hè. Ja, het is uit eigen wil hè, Bram. Oké. Allee, man. Wauw. No. Ella, heb je het ooit al op een arm gedaan? Nee. Oeh! Oeh! Join this club! Yeah! Yeah! Ella is er uit! 5, 4, 3. What the hell? Alles is weg! Alles is weg! Oh, damn! Bram is echt aan het afschieten. Oh, damn. Alles is er echt af. Hoezo? Dat word ik niet. Ja, je hebt toch geen haar op je benen, hè, Ella. Allee, man. Oké, okay, maar ik denk wel genoeg gewakst. Tijd voor iets anders. Naverzorgingsdoekje. Ella. Oh, maar Ella, je hebt niets gevoeld. Ella, er is niets gebeurd, man. Ja, wel, dan piekt. Bram is momenteel met Isa aan het bellen. Daar is ze. Daar ben ik. Isa, wil je meedoen met de challenge? Ik kan niet. Maar je kan wel meedoen als je wil, dus wil je? Ja, mama is naar het toilet. Oké, je kan even meedoen met de challenge. Ben ik jouw liefje? Nee. Ah, oh, je ligt eruit, je ligt eruit. Voilà. De challenge is wie als laatste nee zegt, wint. Ella, wat ben jij weer aan het doen? Kan je daar eens mee stoppen? Wat? Anna, hoezo? Maar jullie doen echt altijd hetzelfde. Tweelingen zijn gewoon hetzelfde. Jullie doen elkaar na. Telepathie-challenge. Telepathie. Ik word daar duizelig van. Stop. Word je daar duizelig van? Ook van één klein dingetje van alles. Céline wordt duizelig van slaap. Waarom is dat niet duizelig? Oh, wat gebeurt hier allemaal? Hallo. Oké, Ella, challenge. Probeer dit met jouw tong te pakken. Doe het dan bij mij. Wat? Het is weer aan neus. Ja, challenge. De twins challenge. Oké, wacht. Die van jou heb ik nog een beetje mee. Oké, ja. 3, 2, 1, go! De challenge. Oh, dat was één poging. Stop aan doen. Ik ben nu al de hele tijd aan het filmen en Anna heeft het nog altijd niet gezegd. Oh, maar Anna kan het veel te goed. Ja, deels toch. Wat doe veel. We zijn klaar om te vertrekken. Mama is net wakker, want ze heeft een nachtshift. Maar mama, wil je meedoen met de challenge? Ah, dan ben je al uitgeschakeld. Oké. Okay. Mama wist totaal niet waar we mee bezig waren. Ik heb ook nog gevoelens trouwens. Echt? Ja. Au. Even aan zijn haar wakker. Ja, zo is het wel cool. 1 hour later. Momenteel zijn we in de winkel en er gebeurt hier van alles. Anna is daar aan het voetballen. Anna is achter jou aan het skaten. Oh. Bram heeft mij dus een idee verteld. Leg het maar uit. Mijn idee was dat je vraagt aan Anna om te jongleren met de bal. Ja. Ik denk dat haar reactie gaat zijn, als de bal gaat vallen, gaat ze zo zeggen van nee. Oh, wauw. Misschien. En als het niet werkt, ja, hebben we het wel geprobeerd. Plan B. Plan B. Wat is plan B, Ella? Ella, jij mag beslissen wat plan B is. Nee.
Als ik zeg koppen, moet je vangen en omgekeerd. Oké, okay, let's go, Anna. Koppen. Weer. Vangen. Weer. Oh. Koppen. Ah. Nieuwe challenge, wie het langst kan jongleren wint. Oké, okay, ik ga beginnen. Ik ga het wel even versnellen. Mag ik de bal wegtrappen? Nee. Ah. Oh, nee. Je zit. Nee. Ik wist het. Ik heb je gewonnen. Ja. Anna, je bent gewonnen. Dat is echt lelijk, man. Ja. Dat was ons plan, hè. Ja. Anna, je bent gewonnen. Hallo, applausje. Vreugdedansje. Ja, applaus voor Anna. Oh, wauw. Prachtig. Deze bal niet. We zitten opnieuw in de auto en ik ben helaas verloren in de finale. Ik zag die echt niet aankomen. Ik was aan het wachten tot het moment dat Anna de bal ging krijgen, maar ja... Toen zei je, mag ik hem wegtrappen? En ik zei, nee, dus ja, het is toch gedaan. Hopelijk vond je het ook een leuke challenge. Vergeet zeker niet te liken en te abonneren. En wij zien jullie gewoon in de volgende video. Peace! Doei!